Welkom op deze bouwplaats van Volker Wessels Haga. U gaat aan het werk naast of in dit operationele ziekenhuis. De overlast voor dit ziekenhuis willen we tot het minimum beperken. Dit vereist een bewuste manier van werken met betrekking tot het produceren van geluid, trilling, stof, licht en of wateroverlast. Hoe we dit kunnen aanpakken wordt duidelijk in deze film. Verder staat veiligheid uiteraard bovenaan. Doelstelling is dit project te realiseren zonder ongevallen. Welkom in het Haga ziekenhuis. Het is het grootste ziekenhuis in de Haagse regio. Per jaar liggen hier 40.000 mensen opgenomen en momenteel verblijven er 650 patiënten. Op deze bouwplaats gelden een aantal belangrijke huisregels. Uiteraard de veiligheidsregels zoals het altijd dragen van uw veiligheidsschoenen en veiligheidshelm. U heeft een technisch vak, maar ik ook. De longen kunnen we ondersteunen met een beademingsapparaat. De nieren kunnen we ondersteunen met een dialyseapparaat. En als het hart uitvalt, hebben we een pacemaker of een pomp. Onze patiënten liggen hier om te herstellen en tot rust te komen. Daarom zijn de rusttijden erg belangrijk. Het ziekenhuis heeft voor de patiënten rusttijden. Deze zijn dagelijks van 6 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends en 's middags tussen 12 en 2. Afhankelijk van de nabijgelegen afdelingen worden er dan geen werkzaamheden uitgevoerd die trillings- en geluidsoverlast veroorzaken. Op deze afdeling liggen mensen met zware hersenaandoeningen. Ernstige geluidsoverlast kan dodelijk zijn. Veroorzaakt uw bezigheid toch hard geluid, bespreek dit dan vooraf met uw uitvoerder. Trillingen van buitenaf stoort deze gevoelige meetapparatuur. U kunt zich voorstellen dat u ergens gaat boren, hier de meters op hol slaan met alle gevolgen van dien. Gaat u toch met zwaar materieel aan de gang, neem dan vooraf contact op met uw uitvoerder. Hij kan u precies vertellen waar en wanneer u kunt werken. Stof bevat ziektekiemen en prikkelt de luchtwegen. Dat willen we dus niet op onze afdeling. Bij het werken in een ziekenhuis vraagt persoonlijke hygiëne extra aandacht. Uw werkkleding hoort schoon en onbeschadigd te zijn en moet aan de veiligheidseisen voldoen. Zonder toestemming van de uitvoering heeft u geen toegang tot dit operationele ziekenhuis. Ook gebruik maken van het restaurant in het ziekenhuis is niet toegestaan. Mocht u toch aan het werk moeten in het ziekenhuis, krijgt u van uw uitvoerder een hesje. Water veroorzaakt kortsluiting is levensgevaarlijk voor onze patiënten. Stilstaand water bevat ziektekiemen en is absoluut niet welkom in mijn ziekenhuis. Voor bijna alle handelingen zijn werkplannen gemaakt. Informeer hiernaar bij uw uitvoerder voordat u aan het werk gaat. De gele borden bij het ziekenhuis geven aan waar u kunt laden, lossen of parkeren. Parkeren buiten de bouwplaats is niet toegestaan. Alle regels en afspraken zijn er om incidenten en ongewenste situaties te voorkomen. Het overtreden van deze regels kan betekenen dat u een gele of een rode kaart krijgt. Rood betekent einde contract. We zijn heel blij dat u iets moois van ons ziekenhuis komt maken. Maar het blijft een ziekenhuis, dus moet het de nodige zorg gebeuren. Ik hoop dat u daar begrip voor heeft. Verder wens ik u een fijne tijd toe op dit project.